Dit is een korte video over wat Eén Aarde met haar bijdrage heeft bereikt in Nicaragua, door te helpen met het verbeteren van het onderwijs in het zeer arme land. De school Pablo Antonio Cuadra is vernoemd naar een beroemde Nicaraguaanse dichter en werd 45 jaar geleden gebouwd. De school is nog snel voor de revolutie gebouwd, toen de Somoza-regering probeerde de massa te kalmeren door het verstrekken van meer voorzieningen. De school is gebouwd met metalen gevelbekleding en dakbedekking. Voor de kinderen voelt het alsof zij hun dagen in een groot metalen blik doorbrengen. Na een aantal jaren begonnen de daken echter al te lekken en de muren te roesten. Op zonnige dagen werd het er heel erg warm en luidruchtig in de klaslokalen. En tijdens een fikse regenbui in het regenseizoen werd het nat en nog luidruchtiger. Eén Aarde hoorde over de slechte condities van deze school door Ton Hendricks van Nica Friends, een partnerorganisatie van La Esperanza. Op hun verzoek was Eén Aarde bereid een budget vrij te maken voor een deel van de renovatie van de daken. La Esperanza Granada is een non-profit vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor beter onderwijs in de armste sloppenwijken van Granada. In 2013 hielp Eén Aarde al eens met de financiering van een aantal computers voor de kinderen op school in één van de zeer arme buitenwijken. Dit jaar heeft Eén Aarde dus flink bijgedragen aan het verbeteren van de klaslokalen in de scholen van Pablo Antonio Cuadra. Geweldig! Met dank aan alle geweldige mensen van Asten zijn er 3 klaslokalen met nieuwe daken uitgerust, maar zijn ook de plafonds geïsoleerd. Daardoor blijft het koeler in de klaslokalen en wordt het lawaai van zowel regen als het algemene geluidsniveau van zo'n 40 tot 50 jonge Nicaraguaanse studenten gedempt. De gemeenschap is geweldig trots op de verbetering aan hun school en de kinderen en leerkrachten zijn erg dankbaar. Door de verbetering aan de klaslokalen zal het werk en het gedrag van de kinderen verbeteren. Namens de gemeenschap, de school, de leerlingen, La Esperanza Granada en Nica Friends willen wij Eén Aarde en alle mensen van Asten hartelijk bedanken.